Een aantal bewoners van de reiskampenflat in Den Bosch spant een kort geding aan tegen wooncoöperatie Brabant Wonen. De bewoners zijn tegen de sloop van de flat. Ze willen na een grondige renovatie in hun woning blijven. De reiskampenflat aan de Admiraliteitslaan staat op de nominatie om gesloopt te worden. De bewoners die tegen de sloop zijn, stappen volgende maand naar de rechter omdat Brabant Wonen zich niet aan de afspraken zou houden. Dat kan wel zo zijn, maar ons is altijd bericht, en dat staat ook allemaal op papier, dat het 70%, minimaal 70% moet zijn, dan zou de pas gesloopt worden. En daar hebben wij ons aan vastgehouden, aan 70%. Maar dat is nog steeds, want ik begrijp dat er nu wel een meerderheid van 70 over de 70, dat is niet zo. Het gaat over procenten, 70% is geen meerderheid. Wij hebben zwart op wit staan dat het 70% moet zijn, dan zouden ze overwegen. Dan zou er een overweging komen, hè, van wat er zou gaan gebeuren. En nu hebben ze die 70% maar gewoon van tafel. Hoeveel procent is het dan? 60-40, hè John? Ja. 60-40. En die 40% zijn over het algemeen bewoners die hier veel langer wonen in deze flat. En de mensen die voor sloop hebben gekozen, ja, er zijn erbij, die wonen hier pas een jaar of 5. Ietsjes langer en ja, dat is het verschil. Waarom zijn de bewoners dat van mening dat Brabant Wonen de afspraken niet nakomt? Omdat Brabant Wonen nu laat weten dat zij gaan slopen. Terwijl eerder is afgesproken dat dat niet zal gebeuren. En daar willen de bewoners zich tegen verzetten. En Brabant Wonen die wil eigenlijk niet meer in gesprek gaan met de bewoners over de renovatie, maar wil alleen nog maar over sloop praten. En dat vinden de bewoners onjuist. Ja. Staat het zwart op wit dat Brabant Wonen heeft beloofd dat er niet gesloopt wordt, maar gerenoveerd? Ja, dat staat zwart op wit. Er is een hele duidelijke correspondentie, brieven van Brabant Wonen, waarin gezegd wordt, we hebben het besluit genomen om te renoveren en dus niet te slopen. Maar dan kan Brabant Wonen nu toch niet zeggen van, wij gaan slopen nu, het besluit nemen te gaan slopen en dat ook weer aan bewoners meedelen in brieven? Ja, dat kan eigenlijk ook niet. Brabant Wonen zegt, nu zijn er meer bewoners voor sloop dan vroeger. En we hebben de meningen is gepeild en we zijn van mening dat als er 70% van de bewoners voor sloop is, dat we alsnog mogen gaan slopen. Ook dat is niet juist naar mening van mijn cliënten. Brabant Wonen heeft in de loop der tijd wel gezegd dat zij zich dat recht voorbehouden. Maar een recente enquête die wijst uit dat er geen 70% is die voor sloop is. Weliswaar zijn er meer mensen voor sloop dan vroeger, maar geen 70%. U ziet nog steeds mogelijkheden om deze flat te behouden? Ja, zeker. We knokken er nog steeds voor. Omdat we gewoon aan het lijntje zijn gehouden, al die jaren eigenlijk. Dus met boven de woningbouw? Net zo lang tot die, ze hebben misschien gedacht van, nou we wachten maar net zo lang tot die instort. Dat is nog lang niet het geval. Nee, nou ja, ik vind gewoon dat er een onderzoek moet komen. Naar de kwaliteit van de flat. Ja. Achterstallig onderhoud, ja, dat is ook niet niks natuurlijk. Ja, dat de gemeente een soort van onderzoek wil nu, hè, om ja, te gaan uitzoeken. En stel dat in dat onderzoek nou dat eruit komt dat de flat inderdaad sloopwaardig is. Wat dan? Nou, als dat het geval zou zijn dat er een onderzoek komt en er komt uit van, nou, hè, er is niks meer van over of hij staat op instorten. Nou ja, dan zitten we gevaarlijk te wonen al die jaren. Hè? Dat is ook een kwalijke zaak. En als het er echt niks meer van, als het niet meer gedaan kan worden, dan kan je je daarbij neerleggen. Maar nu nog niet. Maar ons is toen in 2006 gezegd, dat staat ook allemaal op papier, als er met een hoog, hoe noemen ze dat ook alweer, John? Hoog niveau renovatie, dan zou je nog 25 jaar meegaan. Zegt toch genoeg? Brabant Wonen wil op dit moment niet voor de camera van TV73 reageren. De woningcoöperatie heeft volgende week een gesprek met de gemeente Den Bosch. Het kort geding dient op 29 februari.